Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken op deze koude ochtend. Jeetje mina, wat is het koud. Hey, ik heb er zin in. Ik heb Zo. Ik heb er zin in. Mijn hele mond trekt bij elkaar, zo koud als dat het is. Ik heb de XPDeus 2 bij me. En uiteraard ben ik enthousiast. Voor de mensen die mij al heel lang volgen weten dat ik een x-aantal jaren geleden ook een paar jaar met de XPDeus 1 heb gelopen. En ik denk dat die nog wel in de top thuis hoort. Dus de verwachtingen zijn heel hoog. En dat moet ook. Ik bedoel, een 6, een 7 of een 8, daar komt hij niet mee weg. Hij moet het minimaal 8,5, 9 gaan doen. Dus naast dat de verwachtingen heel hoog zijn, moet hij het ook wel bewijzen. Dit is een top metaaldetector in het bovenste segment. Dat mag ook, want hij is hartstikke duur. Maar hij zit bomvol met nieuwe technieken. En naast dat hij die nieuwe technieken heeft, heeft hij ook, ik weet niet hoeveel programma's die je zelf helemaal custom naar je eigen zin kan maken. Zo'n beetje alles wat in te stellen valt in metaaldetectors heeft deze. Dus ik ga gewoon lekker maar aan de gang. Ik ga gewoon zoeken, ik ga gewoon kijken, ik ga door de programma's heen lopen, ik ga voor mezelf een beeld vormen. En ik neem jullie nu eigenlijk gewoon mee in mijn zoektocht. Dus ik ga nu helemaal nog eventjes niet zeggen van deze settings gebruik ik of dit doe ik of dat doe ik. Want het wordt gewoon heel verwarrend omdat ik misschien wel 100 keer ga veranderen vandaag. Dus ik ga nu gewoon lekker zoeken. Ik neem jullie mee met de vondsten. Ik neem jullie mee met deze metaaldetector. En ik hoop op een hele mooie dag. Nou, mijn eerste vondst. Meteen een leuke vondst. Een heilig hangertje. Ik kwam binnen rond 65 ongeveer. Ja, leuk. Potverdorie. Hoho, kijk dan. Super gaaf. Ik weet het nu al. Super gaaf lood. De achterkant is helaas niet kaal, maar er staat wat ingekerfd. Z04. Maar deze is zo mooi. Prachtig. Super gaaf. Ik moet wel eerlijk zeggen, die muntjes die knallen er wel uit hoor. Centje. Kijk, dan nog een leuk zegelloodje. Ja, je hebt lakenloden, die had ik net gevonden. En dit is echt een zegelloodje. Ja, de informatie die er nu op staat is eigenlijk heel moeilijk te achterhalen. Dan moet je echt naar in de boeken gaan of naar het zegelloodjesforum. Dan zou je er nog wat uit kunnen halen. Maar het leuke van deze is dat die best wel heel dik is. Meestal zijn die zegelloodjes niet dik. Niet zo dik. En deze is ook nog helemaal niet symmetrisch. Hij is aan deze kant veel dikker dan aan de andere kant. En dan hebben we het over een heel klein lepeltje. Wat best wel diep lag. Het lijkt me niet iets super oud. Tenminste, ik denk niet dat het heel oud is. Maar als jullie weten wat dit betekent, hoor ik het heel graag. Vonarx. Vonarx.
Vonarx. Ik weet het niet. Ik heb nog niet gekeken, maar dat kwam heel laag binnen. 32. Ja, 32. En toen dacht ik dat ik wat muntjes zag leggen. Een paar bij elkaar, dus ik ga even kijken wat het is. Ik vind het vrij laag voor muntjes, maar ja, je weet niet hoe een koe een haas vangt. Nou, gaan we even kijken wat het is. Volgens mij zie ik hier al een muntje, maar het kan ook iets heel anders zijn. Nee, het is wel een muntje. Oh, het is een zilveren rijder. Het is in ieder geval een zilveren munt. In stukken gebroken. Dat is één. Wat hebben we hier dan? Kijken wat er nog meer in zit. Dit is allemaal plus. Dit is ook... Oh, ze breken allemaal in zessen. Wat is dit? Zonde. Helemaal aan kaf. Helemaal verrot. Dit is ook een munt. En dit is ook een munt. Het zijn er twee zelfs. Ja, wat moeten we hier nou mee, hè? Als je eraan zit, dan breekt het in zessen. Er gaat helemaal niks meer van terechtkomen. Maar het zijn wel in ieder geval één. In ieder geval twee zilveren munten. Ja, en dit zit ook aan elkaar. Ja, ik weet het nog niet. Nou, het waren uiteindelijk 4 of 5 zilveren muntjes. Waarvan 1 grote en 2 kleintjes over zijn gebleven. Nou ja, overgebleven. Als je ze aanraakt, dan vallen ze helemaal uit elkaar. Ze zijn helemaal verrot. Maar goed, ik verwacht dat dit een zilveren rijder is. Of een rozenschelling of zoiets. En ik denk dat dit 2 stuiverstukjes zijn. En hier al ligt nog een hoopje met krummeltjes. Misschien dat dat ook wel de reden is waarom het zo verschrikkelijk laag binnenkwam. Want normaal komt de zilveren munt wel ietsje hoger binnen. Maar nou, het was in ieder geval een stapeltje met zilveren muntjes. Waar ik alleen op het veld wat aan heb. Ik ga ze voorzichtig in mijn doosje doen. Maar ik ben bang dat als ik thuis ben dat ik een soort poeiersuiker ervan overhoud. Ze gaan helemaal kapot. Helaas. Ja, dat hoort ook bij de hobby. Maar het is in ieder geval wel een superleuke vondst. Ze worden wel vaker gevonden. Je ziet ze wel eens vaker voorbij komen, maar dit is echt leuk. Dat is manneke pis. Moet je kijken wat een loekeloeres die heb. Vaak zijn die eraf gebroken, maar... Ik denk zomaar nog wel eens een volwassen vent voor zijn brom eraf pissen. Ja, leuk. Dat is nou weer zonde, hè? Breekt die lepel in tweeën. Ja, als ik dit zo zie, die imprint, dan denk ik dat die al een keer in tweeën gebroken is. Dus dat het niet door mijn schep komt, maar dat het al een keer gebeurd is. Je ziet hier een hele mooie imprint en daar stopt die. En dat is ook precies waar die gebroken is. Maar ja, het had leuk geweest, een hele lepel. Die vind je niet zo heel vaak. Als je er eentje vindt op een dag, dan is het hartstikke leuk. Maar als je er 2 vindt op een dag, dan ben je toch wel spekkoper.
prachtig. Prachtig lood. Amsterdam. Kijk. Amsterdam. Oh nee, er staat iets heel anders. Risteman. Nou. Het is een lakenlood. Achterop staat de maat. En voorop staat waar die vandaan komt. Super gaaf. Nou, we gaan voor lekker die vest vandaag. En ja, een soort sierknopje, ik weet niet. Zeg het maar. Ornamentje. Leuk. Ja. Herkansing. Deze is wel heel... Het is ook niet een hele bijzondere vondst, maar wel ontzettend leuk dat die heel is. Ik had net een halve en nou een hele. Een luppel. Hartstikke leuk. Dit was hem alweer, de eerste dag met de XP-Deus 2. Ik moet zeggen, ik heb me eigen kostelijk vermaakt. Het was echt weer een beetje als vanouds. Vertrouwd zoeken, maar dan in een heel nieuw jasje. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ik denk dat het nog een beetje te kort dag is om er echt wat over te zeggen. Want laten we nou eerlijk zijn. Voordat je zo'n machine echt onder de knie hebt, moet je meters maken. En ik heb vandaag 6 uurtjes gezocht. Misschien 6, 7 uurtjes gezocht. Ja, in die 6, 7 uurtjes heb je deze niet onder de knie. Wat je wel kan hebben is een eerste indruk. Ja, en die was eigenlijk na verwachting. Zo'n metaaldetector moet gewoon heel goed presteren. Zo'n metaaldetector moet exact doen wat hij belooft wat hij moet doen. Want hij is veel te duur om grapjes te maken. Dus na verwachting doet hij natuurlijk uiteraard wat hij moet doen. Ik ga er vast en zeker dieper op in. Maar niet vandaag. Ik heb vandaag gewoon meters gemaakt, geoefend. Programma's uitgedokterd. Instellingen geprobeerd. En lekker gezocht. En uiteraard ook lekker gevonden. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet er niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren en het belletje in te drukken. Want dat is mijn support. Jullie zijn mijn support. Ik maak het voor de lol. Ik maak het voor mijn plezier. Maar het is wel zo leuk als jullie een interactie geven. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.